Stijn Jurissen. Je bent een beloftevolle keeper die de jeugdreeksen van enkele eerste klassers hebt doorlopen. Je was de voorbije seizoenen actief? Ik ben eerst begonnen in Veldwezeld. Daar hebben ze eigenlijk vroeg, toen ik 8 jaar was, heeft Genk me komen halen. Ik ben daar toch een 8-9 jaar met samenwerking met Genk geweest. Ik ben dan mijn 16e verhuisd naar Anderlecht een jaar. Heb ik veel geleerd op vlak van alleen zijn, vooral op kot en internaat een heleboel. Daarna ben ik naar Westerlo gegaan voor toch een beetje meer speelminuten te krijgen. En nu zit ik hier in geel voor hem toch wel nu te proberen te pakken. Als 19-jarige keeper ben je natuurlijk ambitieus en leergierig. Dan is een ervaren keeper als Yves Leenaerts aan je zij wel een geschenk om steeds bij te leren, denk ik. Tuurlijk, hij geeft toch wel altijd dingen mee op trainingen, van wat beter kan, wat goed is, wat niet goed is. Dus hij motiveert wel voor mij toch wel beter te maken. Dat vind ik wel positief. Wat zijn jouw persoonlijke ambities voor dit seizoen? Toch hopelijk meer ervaring op te doen van de oudere mannen, zoals Yves Leenaerts, voor toch meer bij te leren en te hopen dat ik toch wel eens een keer speel moet gaan krijgen, dat ik me kan laten tonen. Nog enkele korte vragen. Linksvoetig of rechtsvoetig? Rechtsvoetig. Uittrappen of uitgooien? Liefst uittrappen, maar ik ben toch liever voor uitvoetbal, dus houd maar kort. Dus. Een geluksbrenger of helemaal niets mee in de goal? Nee, eigenlijk niks. Een penalty pakken of 2 schoten uit de winkelhaak halen? Wat een wedstrijd kan bepalen eigenlijk. Dus. Oké. Stijn, bedankt en veel succes bij ASV Geel. Dank je.